Je kent hem wel, Mozes. Je hebt over hem gelezen, je hebt over hem gehoord, je hebt de film De Tien Geboden misschien gezien, waarin je ziet hoe Mozes de confrontatie aangaat met Farao om uiteindelijk ervoor te zorgen dat Israël vrijgelaten wordt om terug te kunnen keren naar het beloofde land. Maar wat we vaak vergeten is dat Mozes, terwijl hij op dat moment 80 jaar was, een leven voor zich had, achter zich had, wat heel duidelijk gebruikt werd door God om hem uiteindelijk klaar te maken voor die taak. Want we kunnen helemaal onder de indruk komen van hoe geweldig, sterk en groot hij is. En als we kijken naar het leven van Mozes, dan zien we dat hij eigenlijk dat leven in te delen is in 3 keer 40 jaar. Nu is 40 in de Bijbel een heel bijzonder getal. Het is een getal wat heel vaak gebruikt wordt om een bepaalde periode aan te geven die ook heel duidelijk afsluit. En gelijkertijd ook een nieuwe periode te introduceren. Zo weten we en lezen we in de Bijbel dat het volk Israël 40 jaar in de woestijn was voordat ze uiteindelijk in het beloofde land kwamen. 40 jaar. Nou, de eerste 40 jaar van Mozes worden samengevat in 1 tekst uit Handelingen waar dit staat. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Mozes, die als klein kindje weggegeven was, eigenlijk gevonden was door de prinses, de dochter van Farao, groeide op aan het hof van Farao en was een machtig man. En hij was krachtig. En als je de vraag zou stellen aan de mensen, wie is Mozes? Dan zouden ze allemaal zeggen, hij is de kroonprins. Hij is een geweldig sterke en persoonlijke persoonlijkheid. Maar gelijkertijd kun je ook de afvragen, was hij ook dat in zijn eigen ogen? En ik denk het wel. Ik denk dat hij best trots op zichzelf was en bij zichzelf dacht, ik ben best iemand. Nou, wij mannen houden ervan om iemand te zijn. Wij mannen houden ervan om krachtig te zijn. En als we samenkomen, proberen we dat ook duidelijk te maken en elkaar te imponeren door onze sterke verhalen of door de dingen die we meegemaakt hebben. We vinden het prachtig om onze wapenfeiten aan elkaar te vertellen. We lezen in de Bijbel dat Mozes aan het eind van die 40 jaar op zoek gaat naar zijn roots. En hij ontdekt dat hij geen Egyptenaar, maar een Jood is. Hij leert het Joodse volk beter kennen en er komt diep in zijn hart een verlangen om dat volk ook uiteindelijk vrij te maken. Hij wil op een of andere manier betrokken zijn bij het einde maken van de onrecht waar dit volk onder leidt. En op een bepaald moment is hij er zelfs van overtuigd dat God hem daarvoor geroepen heeft. Dus wat doet hij? Als een Egyptenaar een Jood mishandelt, doodt hij de Egyptenaar en denkt daarmee dat het volk wel tot inkeer zou komen dat hij de juiste persoon is. Maar Israël volgt hem niet. Farao probeert hem te doden en de man die eigenlijk dacht ik ga het volk redden, gaat uiteindelijk een moordenaar en een vluchteling worden. Nou, wat ging er nou eigenlijk mis in zijn leven? En ik denk als ik het geschiedenis goed bestudeer dat wat er fout ging in het leven van Mozes is, dat hij probeerde het onrecht te bestrijden wat op zich goed was, dat probeerde hij te doen in eigen kracht. Hij probeerde op zijn eigen manier uiteindelijk Gods werk te doen en het gevolg daarvan is dat dat mislukt. En ik denk dat dat een geweldige waarschuwing voor ons is. Dat als wij geroepen zijn, als jij geroepen bent om iets te doen aan onrecht in deze wereld, is dat een goed streven. Maar zorg ervoor dat je dat niet gaat doen in eigen kracht. Want de kans is dat je uiteindelijk eindigt als een moordenaar in een vluchteling. De tweede periode van Mozes wordt gekenmerkt door een paar versen verder. In hetzelfde boek Handelingen, daar staat dit. Toen Mozes hoorde dat Farao hem wilde doden, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midjan, waar hij 2 zonen kreeg. Vluchten en uiteindelijk in een ander land terechtkomen waar je veilig bent, maar gelijkertijd jezelf voelen als een vreemdeling. Mozes was 40 jaar in Egypte, in Midjan en voelde zich daar niet thuis. En het zat zo diep in zijn hele doen en laten, dat als hij een zoon krijgt, dan noemt hij hem Gerson, wat betekent vreemdeling hier. En ik weet als ik met me heen kijk en ik praat met mannen, dat mannen tegen mij zeggen, Eugène, ik herken dat. Ik herken mezelf in het feit dat ik een vreemdeling ben. Ik herken mezelf dat ik op mijn werk soms niet begrepen word. Ik ben soms in de kerk en ik hoor mannen vertellen over de grote daden die God in hun leven doet. En ik denk, maar dat gebeurt niet in mijn leven. En ze voelen zich een vreemdeling, een bijwoner, eigenlijk niet bijhoren. Wat me verder opvalt is dat Mozes alles wat hij in die eerste 40 jaar opgebouwd had kwijt is. Het is zelfs zo dat aan het eind van zijn tweede 40 jaar, als hij bijna 80 is, niet eens een eigen kudde heeft. De kudde die hij hoedt is van zijn schoonvader Jethro. Het enige wat hij weet is dat ergens in zijn leven God actief is geweest en dat hij hem bevrijd heeft uit het leven uit de handen van Farao. En daarom als hij een tweede zoon krijgt, dan noemt hij die Eliezer, wat betekent mijn God is mijn hulp. En wat je zou kunnen zeggen is dat in de eerste 2 keer 40 jaar, in de eerste 80 jaar, God aanwezig was in het leven van Mozes, terwijl hij dat zelf waarschijnlijk niet eens realiseerde. En zo kan het zijn dat jij op dit moment het idee hebt, waar is God?
Maar ik wil tegen je zeggen als bemoediging, God is aanwezig in jouw leven, ook al realiseer je je dat op dit moment niet. En is bezig om je klaar te maken voor de volgende periode die voor je ligt. Er komt dan een derde periode. De derde periode van 40 jaar begint met de roeping. God spreekt tot Mozes in een brandende braamstruik. En Mozes doet ongeveer alles wat hij kan bedenken om niet te gaan. Tot 5 keer toe zegt de Heere God, volgens mij heeft hij de verkeerde gekozen. Ik ben niet in staat om dat te doen. En pas als hij uiteindelijk zegt, zoek maar een ander, dan wordt God boos. En zegt, moet je goed luisteren, ik heb 80 jaar in je geïnvesteerd. Stop met zeuren, ik wil je daarvoor gebruiken. En dan zien we dat God door hem heen werkt op een hele krachtige manier. En als uiteindelijk dan God moet omschrijven hoe hij met Mozes bezig is, dan lezen we in Numeri het volgende, een prachtige omschrijving. Luister, als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij aan visioen aan hem bekend. En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks duidelijk, niet in raadsels, die hij aanschouwt en hij aanschouwt mijn gestalte. Wat een prachtige omschrijving, een hele intieme relatie. Als ik terugkijk naar die 3x40 periode, dan kan ik zeggen, de eerste 40 periode werd gekenmerkt dat Mozes zei dat hij groot was in eigen ogen. En daardoor miste hij uiteindelijk het doel waar God hem voor geschapen had. De tweede 40 jaar werd gekenmerkt door het feit dat hij klein was in eigen ogen. Hij dacht, ik ben niks meer, alles is weg, kan God nog wel wat door me heen doen. En de derde periode wordt gekenmerkt door het feit dat God zegt, jij bent groot in mijn ogen en daardoor kan ik met jou aan het werk. En je wordt op een krachtige manier gebruikt. En de vraag die ik je gewoon wil stellen is dit, terwijl je hiernaar over denkt, wat is jouw leven op dit moment? Zeg je bij jezelf, ik ben groot in eigen ogen, ben je groot in de ogen van mensen om me heen, dan is de kans heel groot dat als dat jouw leven is, dat je uiteindelijk veel succesvol bent, maar toch uiteindelijk mist je bestemming. Het kan ook zijn dat je zegt, door de gebeurtenissen in je leven ben je alles kwijt waar je voor geleefd hebt, waar je voor gedroomd hebt. En dat je eigenlijk zegt, ach, ik ben er niets nut. Ik ben klein in mijn eigen ogen. Dan zegt God tegen je, leg dat af. Want ik wil uiteindelijk met je aan het werk gaan, zodat je groot bent in mijn ogen. Zodat ik door je heen kan bouwen mijn koninkrijk. Ik wens je toe een gezegende tijd met God, de weken, de dagen, de jaren die voor je liggen. En dat je uiteindelijk tot je bestemming komt.